Wat betekent vrijheid voor u? Vrijheid? Ja, doen wat je wil doen. En wat je kan doen. En kunt u dat op dit moment? Nou, niet volledig. Ik heb meerdere beperkingen, behalve corona. Ja, maar u krijgt er wel een mooi kindje voor terug. Ja, dat klopt. Maar ervaart u de beperkingen als vervelend of niet? Nee, het is zoals dat het is. Hè? We zullen het er gewoon mee moeten doen. En het is uiteindelijk houdt het op. Het is allemaal tijdelijk. Ik vind het een beetje moeilijk. Vrijheid. Er zijn heel veel mensen uit totaal verre landen die op 17, 18-jarige leeftijd zich hebben opgeofferd voor onze vrijheid. En ik vind dat we daar zeer zorgvuldig mee moeten omgaan. Maar in Nederland lijkt het een beetje geëscaleerd te zijn naar persoonlijke vrijheid. Zolang ik maar kan doen wat ik wil, is dat goed. En ik denk niet dat daarvoor zoveel mensen zich hebben opgeofferd. Ja, en heeft dat te maken met het beleid van de overheid of zit het echt in de mens? Dat zit in de mens, want dat was ook al voor corona zo. Je ziet steeds meer dat mensen zich individueel gaan leiden van wat wil ik, hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet. Dat vind ik wel de grote gemene delen. Er zijn ook heel veel goede mensen die echt voor ons belang opkomen. Denken aan milieu, daarvoor protesteren, daarvoor acties in gang zetten. Waar de overheid wel wat laks mee omgaat. Ja. Ik denk toch dat de overheid zich laat leiden door wat groot geld. Nou ja, vrijheid betekent dat we tolerant zijn tegenover elkaar. Dat we met respect naar elkaar omgaan. En zit er ook een grens aan de tolerantie? Een grens? Ja? Nou ja, de grens is waar je andere mensen hun vrijheid af gaat nemen. Dus je moet wel rekening met elkaar houden. Ja, op dit moment vind ik het wel oké. Ja? Ja? Ja. U voelt zich niet beperkt? Ja, wel wat contacten betreft, dat wel. Maar ik denk dat de jongeren er meer last van hebben. Dus ik heb twee zoons en die hebben er meer last van dan dat ik er last van heb. Ja, dus wat betekent vrijheid voor u? Dat je eigenlijk kunt doen en zeggen en laten wat je wil. En dat kunt u op dit moment? Voor een groot gedeelte wel, ja. Vrijheid, blijheid. Ja, dus? Dus, ja. Alles. Alles? Vrijheid betekent alles voor u? Ja. Ervaart u nu vrijheid? Of ik die nu? Ja? Nou, met die corona natuurlijk niet direct, hè. Ik ga daar een stukje vanaf. Ja, ervaart u dat als een enorme beperking? Nou, niet direct. Nee. U kunt toch nog een hoop dingen doen die je gewend bent om te doen? Ja, ik wel. Ja. Ja, ja, ik heb de twee prikken ook al gehad, dus dat scheelt ook weer een stuk, hè. Ja. Ja, en ik heb een leeftijd, nou, ik maak mij niet zo druk meer. Ik ben bijna 80. Ja. Dus je springt niet overal meer naartoe natuurlijk, hè. Dat ik mag doen en laten wat ik wil, binnen de wet natuurlijk. En kan je dat nu op dit moment? Ja, op zich. Op zich wel. Naar mijn gevoel kan ik dat wel. We moeten een beetje rekening houden nog met elkaar, natuurlijk met corona, maar voor de rest op zich wel, ja. Geen beperkingen? Ja, ze hebben een paar beperkingen natuurlijk op het moment van wel voorzichtig zijn. En volgens mij mag je maar een paar gasten ontvangen. En de terrassen moeten, mag je niet tot laat meer zitten en dat soort dingen. Maar hoe het precies allemaal gaat, dat weet ik ook niet. Maar ja, op zich, volgens mij moet het wel te doen zijn. Ja, zelf keuzes kunnen maken, hè. En kunt u die op dit moment volop? Ja. Ja, u wordt niet beperkt? Nee. Ja, ik ervaar het als heel gewoon. De normaalste zaak van de wereld? Nee, dat is het niet, maar zo is mijn leven wel. Ja, u wordt door niks beperkt? Nee hoor. Ook niet door de maatregelen op dit moment? Nee, daar heb ik helemaal geen last van. U kunt doen en laten wat u wil? Ja. Helemaal top. Ik leef mijn leventje. Vrijheid? Ja. Eigenlijk vrijheid bestaat niet, hè? Nee? Elke kant kijken. Hangt dat van het perspectief af? Ja, dat is allemaal moeilijk. U ervaart geen vrijheid? Nee, voor mij is het niet. Nee, kunt u dat uitleggen, waarom u dat niet ervaart? Ja, overal zoveel regeltjes, dat is geen vrijheid meer. Nee, u wordt er niet blij van? Nee, absoluut niet. Hoe zou u dat kunnen veranderen of willen veranderen? Ja, ik weet niet, misschien een andere partij komt bij de macht. Ja, goed, alleen ja, je kan nu niet veel doen, dus het is wel wat scherpte, maar verder wel oké. Word je erg beperkt in de dingen die je wil doen? Ja, ik kan niet veel doen door corona, dus dan wel, ja. Maar...
Ja. Verder niet veel. Maar welke dingen moet je nu bijvoorbeeld laten? Kun je daar een voorbeeld van geven wat je nou niet kunt? Vorig jaar dan school en zo. En voetbal, sporten dus. En gewoon dingen wat je wil doen, uitjes met de familie en zo. Nu kan je dan wel weer naar de cafés en zo, dus dat is wel weer nice. Dus ja, dat is wel fijn. Alles, maar we zijn hier toch vrij, we mogen toch alles? U ervaart geen beperkingen? Nee hoor, helemaal niet. Nee? Nee. U kunt helemaal alles niet. Doen en laten wat u wil? We doen alles, ja. Ervaart u vrijheid in Nederland? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Langer, bijna 5 jaar in Nederland. En het bevalt? Ja, is niet goed. Ja, dat we in een vrij land wonen, dat we gewoon ieder gerespecteerd wordt in zijn doen en laten, zeg maar. Dat vind ik heel belangrijk. En dat gebeurt in Nederland toch wel, ja. Ja, ja. U voelt zich gerespecteerd? Ja. En in uw vrijheid gelaten? Ja. Uw gezinsleden ervaren dat ook? Zeker, ja. Ja, ja, ja. Nou, dat je gewoon kan staan en gaan waar je wil. En vooral nu dat er gewoon geen rellen komen, ondanks er... op basis van gelogen waarheid, ja, de rellen komen. Het voelt voor mij, naar aanleiding wat ik met mijn opa en oma heb besproken, dat Nederland eigenlijk een oorlog is begonnen tegen de regering. En dat is gewoon zonde. Op dit moment? Ja. En kun je daar iets meer over vertellen? Nou, kijk, weet je, Rutte is niet slim geweest op bepaalde momenten. En de regering überhaupt ook niet. En hun hebben zelf nu ook ruzie onderling. Maar het is gewoon zonde als jij gaat demonstreren. En dan andere dingen van andere mensen gaat vernielen. En dat bedoel ik meer met dat er nu dus ruzie is tussen de regering en het volk. En dat had echt wel anders gemoeten. Is dat een beperking voor de vrijheid? Ja, zeker. Want als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt. Die hebben het heel anders voor elkaar. En daar hebben ze bijna geen rellen. Omdat zij het heel anders heeft aangepakt. Eigenlijk moeten we dus iets meer naar Duitsland kijken? Ja. Maar sowieso hebben wij überhaupt eerder Duitsland moeten opvolgen. Met alles. Nederland heeft gewoon te lang gewacht met de lockdown. Dat had veel eerder gemoeten, waardoor het waarschijnlijk nu al soepeler kon. Zoals in Duitsland. Nou, ik geloof en ik heb vrijheid in Jezus. Dus dat is het allerbelangrijkste voor mij persoonlijk. En voor de rest vind ik gewoon dat iedereen het zelf moet weten. Maar ik vind wel dat je respect voor elkaar moet hebben. Dat vind ik echt belangrijk.